De nieuwe feiten over de moord op onder meer Peter R. de Vries. Ja, er is intern geblunderd bij de politie. Ze waren doof voor de waarschuwingen die ze binnenkregen. En ze hebben daardoor cruciale aanwijzingen gemist. Mede daardoor kon misdaadverslaggever Peter R. de Vries, advocaat Dirk Wiersum, maar ook broer Redouan van kroongetuige Nabil B. op koelbloedige wijze worden doodgeschoten vanwege de banden met die kroongetuigen. Ze werden niet goed genoeg beveiligd. Dat staat in de conclusies van het gelekte conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. RTL Nieuws heeft die in handen. Wat erin staat is ontzettend pijnlijk. Een beveiliger van de garage bijvoorbeeld, waar Peter R. parkeerde als hij te gast was bij het televisieprogramma RTL Boulevard, waarschuwde voor een man met opvallende tatoeages die de misdaadverslaggever volgde. Nou, de politie bekeek de beelden, zag de man vervolgens niet. Maar na de dood van de Vries bleek dat deze verdachte wel op de beelden te zien was. Ook blijkt dat het aantal surveillancemomenten rondom het huis van advocaat Dirk Wiersum was teruggeschroefd van ieder uur naar 6 keer per etmaal. Ja, en de politie sloeg het aanbod van de recherche af om familieleden van de kroongetuigen in de hoofdstad te beveiligen. We weten hoe verdrietig deze zaken zijn afgelopen. En we spraken vanochtend met advocaat Willem-Jan Ausma, die zelf ook kroongetuigen bijstond. Nou, het is ontzettend pijnlijk voor alle betrokkenen. Voor de nabestaanden, maar ook voor de organisaties die hier mede debet aan zijn. Ja, het punt is dat men heel voorsvarend te werk is gegaan, maar te weinig ervaring heeft met het omgaan met kroongetuigen. En dat is ook inderdaad helaas gebleken. Want het heeft veel meer dan alleen de kroongetuigen zelf en die naasten. De impact is ontzettend veel groter. Welke mensen moeten er uiteindelijk beveiligd worden? Hoe groot is die groep van mensen? Is dat allemaal te doen? Is dat te behappen? Is dat te betalen? En daar is gewoon helaas te weinig over nagedacht. Ja, mevrouw Michon, het klinkt allemaal snoeihard, die conclusies. Maar je weet natuurlijk pas welk signaal relevant is achteraf. Dus zegt u hiermee, ja, hieruit blijkt dat de politie niet goed functioneert, of zegt u, ja, ik ben toch wel wat milder gestemd? Nou, ik vind het ingewikkeld om op dit conceptrapport echt al grote conclusies te trekken. Want juist het onderwerp is zo, ja, het is zo gevoelig ook, hè. Ook met het oog op de nabestaanden van Peter R. de Vries vind ik echt dat we het rapport moeten hebben om daar conclusies aan te verbinden. Maar feit is dat we het in de Kamer en met de minister Jesselgus al geruime tijd hebben over het stelsel van bewaken en beveiligen. En dat piept en kraakt omdat de druk daarop natuurlijk steeds groter wordt. Dat komt door die georganiseerde drugscriminaliteit in Nederland, die zijn tentakels steeds steviger en ook breder neerzet. En dat maakt ook dat dus dat bewaken en beveiligen gewoon steeds beter op orde moet zijn. En daar moeten we gewoon dingen nog uit leren. Dus ook dit rapport gaat helpen om een aantal zaken te leren waar we dat niet nu al verbeterd hebben. Ja, ik word even zeggen, pijnlijk is het in ieder geval wel echt heel erg, hè? Ja, inderdaad. Ik denk wel dat het goed is dat je ziet heel vaak dat er gelijk direct conclusies aan worden getrokken en dan met beschuldigende vingers wordt gewezen. Dus ik denk dat jouw conclusie de beste is. Eerst maar eens even goed kijken. Dan gaan we door naar de